Landelijk en regionaal in het nieuws. Het Vinkenpleintje hier in Almelo. In deze reportage hoort u de aanstichter, zoals hij het zelf zegt, van de feestelijke kerstverlichting van het pleintje, Gerrit Achterbos. De aanstichter van het Vinkenplein, wat houdt dat in? Nou, dat ik ben begonnen met voor 10 tot 15 jaar geleden ben ik begonnen met de kerstspulletjes. Voor in het huis maar, het doet mijn vrouwtje, maar voor buiten het huis doe ik het helemaal zelf. En dan, daar ben ik mee begonnen. En mijn schoonmoeder die vond dat ook zo leuk. En die heb ik het aan mijn schoonmoeder gegeven. Heb ik hier wat anders gemaakt. En zo is het uiteindelijk aangekomen dat het hele huis wordt versierd. En dan zeg ik weer tegen de mensen van, ja, volgend jaar ga ik dat weer doen. Nou heb ik weer een project daar gekocht met wat sneeuw op lijkt. Nou, die gaat er straks ook nog eenmaal op vanavond. Nou, en zo gaan we gewoon verder. Niet alleen hier op dit huis, maar ook andere huizen hier. Ja, die heb ik aangestoken. Ik heb de virus gewoon wel overgebracht aan de mensen. En die zeggen wel eens van, Gerrit, wat ben je weer gek. Je maakt ons gewoon gek met de versiering. Dus en hun gaan er ook allemaal achteraan. Wat doen jullie elk jaar? We gaan veel kerstversiering ophangen. En hoe lang doen jullie dat al? Ja, anderhalf jaar ongeveer, plus minus. Dus, Wat vinden jullie ervan? Ach, het is toch hartstikke gezellig. Iedereen moet meedoen. En dat is het mooiste er ook. Dat is gewoon één familie hier in de Vinkenplein. En zo moet het ook eigenlijk wezen hier in Almelo. Dat echt een familiepleintje is. Dat iedereen voor elkaar klaarstaat. En zo hoort het in principe. Linde uit Westerhaar, wat vind je ervan? Wel mooi. Ja? Ja. Hebben ze dat ook in Westerhaar, zoveel verlichting? Nee. Dus je komt speciaal voor die verlichting hier? Ja. En nou ben je hier geboren en getogen, hè? Hoe lang woon je hier al? Ik woon hier al 56 jaar. Ik ben geboren op nummer 17. Nou, en wij wonen hier ongeveer 34, 35 jaar wonen wij hier. En we hebben een twee lieve kinderen en die zijn hier weer geboren. Dus wij blijven gewoon vandaan doen. Wat was het eerste stuk eigenlijk wat hier op het dak werd gehezen? Het eerste stuk, dat is mijn pronkstuk. Dat is eigenlijk een zelfgemaakte arreslee met twee rendieren. En die heb ik gemaakt, die kwam eerst hier aan de gevel. Mijn schoonmoeder vond het leuk, die heb ik aan mijn schoonmoeder gegeven. En toen heb ik mijn pronkstuk op het dakje. En dat is mijn arreslee met de leeskrant. Ja, dat geeft echt lekker gevoel. Als je dat hebt en dan komt er s'avonds de auto's langs. Ja, en dan moet je er eens kijken hoeveel dat er gaat lezen. En dat is prachtig, super. Is het niet een zwart gat na de kerst? Ja, in principe wel. En mag voor mij de hele jaar wel kerst wezen. Of half jaar kerst, half jaar voetbal. En dan is het echt heel gezellig en mooi. Prachtig. Ja, ik vind het mooi. Voor 2 jaar geleden reden er hier een politiebusje met 6 politieagenten erin. En die reden wel 6 keer rond het plein om alles te bekijken. En dan ging ze hier 6 keer staan om te lezen wat er aan de hand is. En dat is toch prachtig, is dat mooi.